We moeten nog 2,5 uur rijden en dan zijn we op locatie. Het is een verschijnsel dat in Amerika al langer bestaat, dat er al lang voorkomt, dat er al heel veel beschreven is, wetenschappelijk beschreven is, waar ook al ontzettend veel over geklaagd is in de media. Het heet vocal fry. Het gaat over het een beetje kraken met je stem. Het wordt geassocieerd in Amerika vooral met jonge vrouwen. Die zijn er misschien ook mee begonnen, maar er zijn inmiddels ook al mannen, ook al oudere mannen, ook al oudere vrouwen die het ook doen. Je hoort het in Amerika, als je erop gaat letten, inmiddels overal. So cute, so cute. It's just kind of like my, you know, motto. Kim en Chloe just don't get it, get it, get it. En dat is ontzettend interessant. Het is een interessant verschijnsel, omdat het betrekkelijk recent is en we het dus eigenlijk vrij goed hebben kunnen volgen. Hoe verspreidt zo'n verschijnsel zich over de bevolking? Wie gaat het eerst doen? Wie volgt er? Waarom volgen mensen dat verschijnsel? We hebben het betrekkelijk goed in kaart. En dat jonge vrouwen het begonnen zijn, is dus waarschijnlijk ook geen wonder, want vrouwen lopen heel vaak voorop bij alle soorten van taalverandering. Het zijn vaak de jonge vrouwen waar je op moet letten als je wil weten in welke richting een taal zich ontwikkelt. In Nederland blijkt het inmiddels ook voor te komen. Althans, dat denk ik. In ieder geval, ik hoor het nu soms. In ieder geval, ik hoor het bijvoorbeeld bij Teske de Schepper. Wie is Teske de Schepper? Kennen jullie Teske de Schepper niet? Dat is een van de populairste vlogsters op dit moment. Ik denk dat ze vooral gevolgd wordt door betrekkelijk door jongeren, door scholieren. Misschien zelfs door scholieren van de basisschool, zeker van de middelbare school. Ze is ook een zangeres, populaire zangeres. En ze maakt video's. Luister bijvoorbeeld naar de video die ze deze week maakte. Wat ze daarin doet is ijs testen. Doet er even niet toe, maar luister naar dat gekraak dat er soms in haar stem komt. Want dan hebben we dat maar gewoon gehad, al gehad. Dit is ijs met dropsmaak, Dit is donkergrijs, grijs. Ja, hoor je het? En hier, nog een video, een wat oudere video van een tijdje terug. Een videoverslag van de clip die ze maakten bij hun nieuwste nummer. Ze waren in Spanje. Op naar Spanje, op Spanje, op Spanje. We moeten nog 2,5 uur rijden en dan zijn we op locatie. Te produceren en op te treden. Ze is misschien een beetje moe, dan ga je vanzelf een beetje kraken. Maar volgens mij gebruikt ze het ook echt een beetje. Nou, ze wordt dus gevolgd door jongeren. Ze is een voorbeeld voor heel veel jongeren. Het zou best kunnen daarom dat zij ook hierin gevolgd wordt. Misschien zijn we hier wel op het spoor, het begin van het overslaan van de vocal fry van Amerika naar Nederland. Stay tuned!